Vanmorgen heeft wethouder Gerry Elfrink de bouw van het paradijs gestart door samen met zijn vader de eerste straatsteen te leggen. Het paradijs is bedoeld om de Rijn en de binnenstad met elkaar te verbinden. Vandaag een feestelijke dag. Samen met uw vader heeft u een teken gelegd. Wat vond u daarvan? Ja, erg bijzonder. De start van de werkzaamheden hier in het paradijs. Een gebied waar al tientallen jaren over wordt gepraat. Waar al hele grote plannen voor zijn gemaakt. Nou, we hebben het laatste plan dateerde uit 2008. Ook dat bleek niet haalbaar. Maar goed, ook nadeel is een voordeel. Er is een nieuw plan gemaakt. Plan wat Arnhem, een stukje Arnhem weer terugbrengt in oude glorie. Gebogen straat met uitzicht op de kerk. Helemaal in de sfeer van de binnenstad van toen. Dat is een plan waar ik heel veel positieve reacties op heb gekregen. En is het heel mooi dat je daar ook mee kan gaan beginnen. En dat vieren we vandaag, het start van de werkzaamheden. De sloop beginnen nu. Beginnen met asbestverwijdering, want dat is hier vroeger ooit ook aangebracht. Dat moet eerst netjes worden weggehaald. En dan kan de sloop van de eerste panden beginnen. En daarna de bouw van de nieuwe gebouwen. U spreekt over de kraamkamer van Rijgboog. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, omdat ooit heel lang geleden, want er wordt al tientallen jaren wordt er gepraat over dit gebied, is het hier begonnen met, zeg maar, met plannen maken. Alleen die plannen zijn steeds verder uitgedijd, tot ze een zo grote schaal kregen dat ze niet meer beheersbaar waren. Nou, waar wij voor hebben gekozen is om op die voet niet verder te gaan, maar gewoon het zuidelijk stadsdeel op te knippen in kleinere gebieden, zodat je haalbare en betaalbare plannen kan maken, die ook op draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen. Nou, Paradijsplan is daar heel mooi voorbeeld van. Maar ook de nieuwe bibliotheek is daar een voorbeeld van. Na tientallen jaren praten, voor het eerst ook dingen voor elkaar te krijgen. De inrichting van een nieuwe plein is ook bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Wat komt hier precies en wanneer is het klaar? Er komen hier grondgebonden woningen. Er is heel veel behoefte aan wonen in de binnenstad. En grondgebonden woningen, ja, die zijn er verder eigenlijk nauwelijks in de binnenstad. En daar is echt heel veel vraag en behoefte naar. En de winkelruimtes hier achter me, die worden vervangen door nieuwe winkelruimtes. Alleen dan wel zo op zo'n manier dat je er ook in zou kunnen gaan wonen. Dus dat geeft ruimte voor flexibiliteit. En dat is wat we nodig hebben. Nu is er een addertje onder het gras. Er is een aannemer die ligt een beetje dwars. Klopt dat? Nou, dat is geen aannemer. Dat is een ordinaire speculant. Die heeft, terwijl hij wist dat hier de werkzaamheden zouden gaan beginnen, heeft hij het pand gekocht. En die denkt dat hij nu een slaatje kan slaan uit de belastingbetaler. Dat hij zichzelf kan verrijken door eigenlijk de Arnhemse gemeenschap, de stad, te traineren. Maar die zal van de koude kermis terugkomen. Daar staat u niet toe? Nee, absoluut niet. Nee, daar zijn wij niet van gediend. Wij gaan hier ook gewoon door met het werk. 2015 verwacht u de opening? Ja, inderdaad. Dus dan hebben we weer feest hier.